Ja, dat is natuurlijk heel, heel mooi voor een speler. Ja, jij komt, de stadion is vol, in een super sfeer. De supporters gingen onze 95 minuten ja, pushen. En ja, dat is... Dat geeft dan ook vertrouwen. En dan weet je dat jij met een 12e man gaat spelen. Jouw eigen rol, hoe vind je die op dit moment? Ah ja, ik probeer de ploeg te helpen en het beste op het veld te laten zien. En ja, ik ben een beetje de tussenpositie van defensieve en aanval. En ja, dat probeer ik zo goed als mogelijk in te vullen. En ja, als wij dan natuurlijk punten pakken, is dat mooi. En als wij 3 punten pakken, gaat dat nog mooier zijn. Als jij nu nog naar persoonlijke goals kijkt, wat wil jij nu gaan bereiken bij Utrecht en om ook zelf als speler verder te komen? Ja, het belangrijkste is dat ik fit blijf en dat ik minuten maak. Als het gaat elke wedstrijd 90 minuten. Dat ik fit blijf en dat wij als ploeg succesvol zijn. Ja, wij willen de playoffs halen. Dat was de doelstelling en dat is het nog steeds. En ik denk, daar staan wij goed voor. En nu moeten wij volgende week het weer laten zien. Misschien beter aan de bal. Misschien kan dat dan op de kunstgras. Maar ik denk, wij hebben nu goed begonnen. En de lijn moeten wij doortrekken.